Wat is beter, een 1 euro strandfeest of eentje van 1 miljoen euro? Wow! De 1 euro, Santino, wat gaan we hiermee bouwen? Ik heb een ideetje, Alex. Let op. En we gaan dit doen, zo hop, 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 hop. En hier, en hier, en hop, hop, en hop, en let's go! Santino, ik zie je hoofd niet eens. Dit is toch geen strandfeest? Boom. Boom. Hoor je de muziek niet, Alex? Boom. Ja, ik hoor de muziek wel, maar het klinkt zo slecht. Het klinkt zo, blee, en dan nog een beetje blee erbij. En is dit waar je 1 euro aan hebt uitgegeven? Ja, en deze augurk. Godverdamme! Augurken zijn lekker, Alex. Augurken zijn vies, augurken zijn glibberig, augurken zijn zuur en niet lekker. Nou, heb jij dan een beter idee? Yep, maar daarvoor hebben we wel 1 miljoen euro nodig. Hier gaan we het 1 miljoen euro strandfeest bouwen. Wat zijn dingen die we nodig hebben op een festival? Ik bedoel, we moeten mensen hier naartoe kunnen trekken. Mensen moeten hier komen en denken van ja, naar dit strandfeest wil ik komen. En hier is 1 miljoen euro ingestopt. Oké, we hebben 1 miljoen euro. Ik zat dan te denken aan een podium. Dat mogen we sowieso niet vergeten. Dat is een goeie, maar waar willen we die dan bouwen? Aan die kant of aan die kant? Ik denk deze kant. Denk je aan die kant? Oh, dat is wel een goeie inderdaad. Dan heb je van links heb je de zee en rechts heb je gewoon letterlijk niks. De weg. De weg. Waar? Daar kunnen we ook wc's plaatsen of een bar plaatsen. Maar er moet ook een ingang komen. We moeten tickets kunnen verkopen aan de deur. Oh, aan de deur. Ja, maar je hebt toch nooit echt een deur bij een strandfeest, Alex? Ja, maar wel toch gewoon een opening waar je naar binnen komt bij het strandfeest. Ik bedoel, mensen moeten wel betalen. We moeten het geld terugverdienen, die 1 miljoen euro. Oké. We doen dit. We gaan hier het podium doen met wat lichten. Oké. Hier doen we het podium. Dat hier mensen dan kunnen dansen. Ja, en dan doen we hier kunnen hierachter mensen doen we de bar. De bar, ja. Daar kunnen mensen limonade en cola halen. Ja, en dan doen we of we bouwen nog een stukje verder, of we zetten hier dan de wc's neer. Dat is een goeie, maar Santino, even over de bar, hè? Ja. Doen we de cola dan wat duurder dan de limonade? Want de cola is wel duurder om te maken, denk ik. En het is ook slechter, denk ik. Ja, natuurlijk gaan we dat duurder maken, Alex. We moeten ons geld ook terugverdienen, hè? Oké, cola wordt duurder. Laten we dan beginnen met het bouwen van het podium hier zo. En de wc's kunnen daar misschien. En oh, Santino, ik heb nog een goed idee wat we hier kunnen bouwen. Ik heb zoveel goede ideeën. Wat nou maken we hier zoiets van een zwemgebiedje of zo? Dat mensen hier lekker kunnen zwemmen en kunnen afkoelen. Dat is ook wel heel erg slim. Ik bedoel, dat het is een strandfeest. Mensen gaan sowieso zwemmen op een strandfeest. Ik wil net zeggen, je hebt de hele zee heb je hier, Alex. Dus een zwembad. Ja, moeten we een zwembad dan wel per se bouwen? Nou ja, een zwembad niet. Ik denk gewoon hier zo in de zee zwemmen. Ja, ook. Ja. Santino, dan ben je helemaal nat. Gelukkig is het lekker warm buiten vandaag. Oké, laten we beginnen met het bouwen van het podium. Welke kleur gaan we het podium bouwen? Zullen we een mix maken van blauw en groen? Blauw en groen. Santino, ik denk dat dat echt hele lelijke kleuren zijn samen. Ja, klopt. Ik bedoel, ik kan het wel een keertje naast elkaar zetten om te kijken wat je ermee kan. Maar het is een beetje lelijk, denk ik. Dit gaat hem niet worden, inderdaad. Dit is niet mooi. Ik denk dat we het gewoon moeten denken aan een beetje grijs, zwart en misschien kleuren zoals roze, rood. Nee. Ik heb een veel beter idee. Ik bedoel, als je bij een strand bent, dan denk je natuurlijk aan de zon. En de zon is geel. Dus wat nou maken we de hoofdkleur van dit festival geel? Geel en oranje dan. Maken we geel en oranje? Ik denk dat ik het podium geel en wit wil gaan maken. Geel en wit. Saai! Hoezo is dat saai? Dat is zo cool. Let op, Santino. Ik ga het je helemaal laten zien hoe we dit podium gaan maken, ja? Ja, is goed. Ik heb hier namelijk gele blokken. Hiermee gaan we dan zometeen super erg omhoog bouwen. Zodat dit een super, super stevig podium wordt. Wel moet hij natuurlijk een beetje breed worden. Dus ik doe 1, 2, 3, 4 blokken ertussen. Dan doe ik dat zo weg. En dan kunnen we dit zo omhoog bouwen. Of ik maak er 5 van. En dan kunnen we het op deze manier omhoog bouwen. Dan wil ik hier zo meteen nog wat voorzetten. Dat we het op deze manier misschien omhoog kunnen laten lopen. Het podium. En oh, eentje staat verkeerd, zie ik al. Oh, ja, oké. Ik snap het een soort van, Ik bedoel, dit worden de pilaren, oké? Waar het podium helemaal op komt te leunen dan. En dan kan dit nog zo komen te staan, zo. Ja. En dan moeten we hier nog het podium in gaan bouwen. Daarvoor gaan we denk ik wat zwarte blokken gebruiken. En ook heel veel witte blokken. Witte plasterblokken heten deze blokken. En hoe wil ik dit? Ik weet het nog niet helemaal. Ik denk dat ik hier sowieso dat we hier een soort grote muur moeten gaan bouwen zo. Dit lijkt een beetje meer op een ingang van een McDonald's of zo, Alex. Het is geen McDonald's, oké? Het wordt een podium van een festival.
Dat begrijp ik, maar het lijkt er wel op. Ja, maar het is niet de bedoeling dat het op een McDonald's gaat lijken. Trouwens, Santino, is dat iets wat je op een strandfeest zou hebben, een McDonald's? Het kan, maar ik zou niet per se een McDonald's kraampje erbij maken. Trouwens, over kraampje gesproken, ik ga misschien wel even verder aan de bar dan. Oké, dat is een goed idee. In de tussentijd vind ik dit witte toch niet heel mooi. Ik denk dat ik het weghaal en ik denk dat ik het zwart ga maken. Ik denk dat dat veel cooler is op een festival als dit. Omdat het ook veel beter opvalt. Dan vallen alle lichten die we zo meteen gaan plaatsen veel beter op natuurlijk. Dus laten we dit gewoon weghalen. De witte blokken hebben we niet meer nodig. Daar zijn we al overheen. En hoe hoog wordt het podium? Ik bedoel, we kunnen het podium wel wat hoger maken. Ik bedoel, het is nou wel eenmaal gewoon een van de beste strandfeesten die er ooit aan gaat zitten komen hier zo. Dus laten we dit gewoon super groot maken, dit podium. Oh, dit wordt zo vet! Hieronder kunnen we dan nog deze palen gaan maken zo, zodat dit zo mooi doorloopt. En zodat het natuurlijk stevig staat en niet instort. Ik ben heel erg benieuwd wat voor bar Santino gaat maken. Wow, deze bar is echt mega! Ja, vind je het ook goed als ik de bar geel maak, Alex? Ik bedoel, het ziet er denk ik wel cool uit, al maak je hem geel. Maar weet je wat misschien ook wel heel erg strandachtig eruit zou zien? Nou? Als je er een soort tiki bar van maakt. Met hout en leuke stoeltjes. Oh, ik ga dat inderdaad doen. Dat is heel erg slim van jou, Alex. Ik ga er meteen mee aan de slag. Oké, succes! Yo! Ik ga dan in de tussentijd verder met dit mega podium wat ik hier aan het bouwen ben. Ik bedoel, een podium moet er vet uitzien bij een festival als deze. Dit is waar iedereen namelijk naar gaat kijken zometeen. Vandaar dat ik dit ook net wat steviger misschien wil gaan maken hier zo. En laten we dit ook zo mooi omhoog laten lopen. Op deze manier ziet dit er zo cool uit al. Even kijken, tikkie. Het moet een tikkie bar worden. Oh, tippie bar. Zo, hop. Dit ziet er inderdaad wel cool uit. Maar ik denk dat deze blaadjes er veel mooier uitzien misschien. Omdat dit dezelfde palmblaadjes zijn zo. Ja, denk je dat dit mooier is? Ja, dit ziet er veel mooier uit. Oké, dan ga ik dit doen. Zo, hop. Hoppa. Ik vind het zo moeilijk om een goed podium te bouwen. Hoe ga ik dit verder mooi afmaken? Ik ga hier zo de muur nog afmaken achter het podium. Dit zal het podium echt heel cool gaan afmaken, zo denk ik. Dit laten we dan doorlopen tot helemaal hierboven op deze manier. En voilà. Oh, dit ziet er vet uit. Wat ik er dan nog bij pak zijn deze zwarte plasterblokken. Deze plasterblokken ga ik hier zo meteen nog zo opzetten, zoals je kan zien. En dan moet ik er zo meteen voor zorgen dat dit in een mooie vorm gaat doorlopen ook nog. Nou ja, ik moet zeggen, dit ziet er al best wel vet uit zo. Dan gaan we dit hier een klein beetje meer bol maken op deze manier zo. En dan loopt dit hier boven nu ook af als een soort rondje zoals je kan zien. Ditzelfde effect wil ik ook gaan maken op de zijkanten dat het wat boller gaat aflopen. En dan ziet het podium er echt super cool uit tot nu toe. Hier zo op de hoeken wil ik dan zometeen ook wat aparts gaan plaatsen. Ik ga deze blokken hier namelijk zo door laten lopen zoals je kan zien. Hierop wil ik namelijk zometeen de speakers gaan plaatsen zodat je goed geluid hebt. Vanaf het podium natuurlijk. En ik denk dat ik voor deze speakers het perfecte design weet. Ik pak namelijk deze kleine deurbelletjes erbij. En als ik die hier dan op weet te plakken, misschien met een item frame zo. Nee, zonder item frame. Boom, dan lijkt dit veel meer op speakers al zo. Alleen is het zwart op zwart, dus zie je dat niet echt goed. Ah, misschien dat ik ze hier toch nog heel even weghaal voor nu. Ik denk dat we hier beter een andere plek voor kunnen vinden. Wow, Santino, dit is echt heel vet geworden. Ja, ik heb alleen één vraagje. Wat voor prijzen en wat wil je verkopen? Wat zijn de prijzen en wat wil je verkopen? Ik wil cola verkopen, limonade verkopen. Cola. Dit heb je echt zo vet gemaakt. Ja, goed hè? Dit is echt heel mooi geworden. Het lijkt echt op een tiki bar. Oké, eens even kijken. Limonade willen we verkopen. Voor hoeveel? Ja, voor limonade is... Nou, op een strandfeest kan je alles wel voor heel veel geld verkopen, denk ik, toch? Ja, dat denk ik wel. Maar alleen limonade, we kunnen het ook wel een beetje goedkoop houden. Cola moet duur zijn. Eén diamant! Ja, voor limonade! Eén. Ik bedoel, waar moeten die mensen anders hier drinken gaan halen? Dat is dan één. En dan, wat is cola dan? 5? Nee joh, geen 5. Dat is veel te veel. 6 diamanten. 6? 6 Oké, 6 diamanten. Cola is duur, Cola is slecht voor je, dus dan moeten we het ook wat duurder maken. Zodat mensen weten dat het slechter voor je is, zodat je beter limonade kan pakken. Nee, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Ik heb het er zo hangen. Is dat goed of niet? Ja, dit is perfect. Dit is heel goed. En dan...
En dan vragen mensen van, hé, mag ik alsjeblieft een colaatje? En dan denken ze 6 wat? En dan is het diamanten. En dan denken ze, diamanten, wat? 6 voor 1 colaatje? En dan moeten ze het wel kopen. Ja, dat is inderdaad wel zo. Het is namelijk super awkward als ze dat niet gaan kopen, inderdaad. Nee, precies. Okay, dan denk je zo, kun je niet eens een colaatje betalen van 6 diamanten? Echt, hè? Wat doe je hier dan? Echt zo, wat doe je hier dan? Je bent op een strandfeest. Je moet wel 6 diamanten betalen voor 1 colaatje. Jongen. Nou ja, ik moet nog de speakers maken, Santino. Heb jij enig idee hoe ik dit het beste kan maken? Oh, ja, die speakers zijn zwart. Het is best wel zwart allemaal, Alex. Ja, dat is mij dus ook al opgevallen. Vandaar dat ik dacht van, hey, ik ga de speakers gewoon hier er misschien er zo naast bouwen. Ik denk dat dat wel cool is. Ik denk dat dat beter is inderdaad. Dan valt het tenminste wel wat beter op. En dan doe ik de speakers zo. Ja, dat is denk ik wel wat beter. Ja, dit valt meer op. En misschien 3 speakers op elkaar, zodat het wat groter lijkt. Hey, anders maak je er gewoon 4 speakers van. 4? Wil je er nog meer? Nee, grapje. Nee, dit is genoeg. Dit is genoeg. Maar ik vind het er nu best wel vet uitzien al zo. Vind je niet? Wow. Ja, dit wordt echt een heel vet strandfeest. En misschien Alex, dat we hier ook nog een bepaald vormpje op kunnen zetten. Op deze paal hier zo, zodat dit er cooler uit gaat zien. Zullen we dit nou zo maken? Zo. Ja, dat is wel wat beter. Zie je, het komt echt op je af nu, het hele festival. Dat is toch gaaf? Hop. Ik ben even aan het nadenken, Alex. Ik wil even een wc-ruimte maken, om heel eerlijk te zijn. Ik moet altijd meestal heel erg snel plassen als ik gedronken heb. Dat is inderdaad wel een goed idee. Maar waar zullen we die dan het beste maken? Ik bedoel, dit wordt de plek waar de mensen gaan dansen. Aangezien hier al een podium staat voor alle mensen om lekker bij te gaan dansen. Misschien dat we hier ook onder het podium wat moeten doen, zodat mensen hier niet onder gaan klimmen, besef ik me nu. Dus laten we hier wat zetten. Ja, dat is misschien wel wat. Wacht, ik maak hier wel gewoon een ruimte voor een plasruimte. Een plasruimte? Ja, je hebt op festivals altijd plasruimtes. Oké, ga je hier dan een wc maken helemaal voorin? Ja, in het hoekje. Gewoon hier zo in het hoekje. Dat kan wel. Oké, dat is goed. Ik vind het helemaal goed. Als jij daar de wc maakt, dan ga ik een dansgebiedje maken hier zo. En ik vind het eigenlijk toch niet heel erg mooi wat ik hieronder heb gemaakt. Ik denk dat ik hieronder gewoon een soort hekjes moet zetten, zodat ze daar niet komen, de mensen. Ja, dat denk ik inderdaad ook. Anders gaan ze het podium straks betreden. Dat is niet helemaal de bedoeling. Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Dat is echt maf. Er mogen alleen artiesten komen natuurlijk. Wie gaan we eigenlijk laten optreden hier zo? We hebben helemaal nog niet gedacht aan wie er gaat optreden. Dat weet ik niet. We hebben überhaupt nog helemaal geen strandfeest, Alex. We moeten eerst daaraan denken. Ja, maar wie moet er dan gaan zingen? Ja, dat weet ik toch helemaal niet. Ik kan niet zingen. Nee, daar kwam ik al achter inderdaad, dat jij niet kan zingen. Wauw. Moest dat echt serieus gezegd worden, ja? Ja, natuurlijk. Je kan niet zingen. Doe eens. Ik kan het niet. Nee, klopt inderdaad. Laat maar. Nee, dat dacht ik dus al. Hier, daar ga je al. Nou ja, oké. Het podium staat tenminste op zijn plek. Het is tijd om de dansvloer mooi te maken. En wat ik voor de dansvloer ga doen om hem heel mooi te maken is, ik ga hier een groot gat graven. Hier rechtervoor. Gat? Yup, let maar op wat ik ga doen. Ik ga hier echt iets supercools van maken. Het wordt dan ook één groot vierkantje hier zo. En op een dansvloer zie je heel vaak dat de dansvloer een beetje licht geeft. En dat er een beetje een disco lichtjes komen en zo, weet je wel. Ja. Dus ik denk dat ik daarvoor wel een ideetje heb om dat mooi te maken. Ik kan je alleen wel vertellen dat ik het idee nog nooit echt heb uitgevoerd. Oh, dat is wel even wat minder, Alex. Ja, ik had wel verwacht dat je wel veel meer wist. Iets moet de eerste keer zijn. Ik ga namelijk wat proberen te maken met een observer. Een observer? En ook met deze redstone lampen. Wat ik namelijk wil doen is, ik moet een soort rondje creëren dat die allemaal elkaar gaan aansteken. Dit wordt zometeen het midden. En hier moet dan alles zo met een rondje naar het midden toe komen. Dus die moet daar komen. En dan daar. Oh, en dan moet dat zo doorgaan. En dan gaat er een signaal dus door, echt onder de grond door. Zodat het allemaal het blok erboven aansteekt, denk ik dan. En ik hoop dat dit werkt wat ik nu aan het doen ben. Als ik nu namelijk deze hier eventjes aanzet, dan zou het denk ik door moeten gaan naar daar. Oké, nee, dit werkt niet. Oh, Alex, wat ben je nou weer allemaal mee bezig? Dit ging ook een beetje fout, oké? Ik weet niet hoe deze dingen werken. Schiet nou op, we hebben nog helemaal geen strandfeest staan en het gaat elk moment kan het beginnen. Ik weet het, maar ik moet toch gewoon een coole dansvloer maken. Weet je wat? Ik heb een heel ander idee, Santino. Dit gaat echt geweldig worden. Ja, net zoals je observer idee zeker. Ja, dit wordt beter dan het observer idee. Ik heb namelijk hiervoor een repeater nodig en een redstone torch. Wat ik namelijk ga doen is, ik ga proberen een soort oneindig redstone signaal te creëren, waardoor alles op die manier licht gaat geven. En daarvoor moet ik hier in het midden deze kleine constructie zo
zo maken, zo, zo en zo. En dan maken we op deze manier het signaal door. Dan gaan we hier alles een klein beetje vertragen zo. Wat ik nu namelijk wil doen is, ik ga dit signaal laten knipperen. En boom, kijk, op deze manier knippert er elke keer een ander deel van de vloer. Zie je dat, Santino? Wow. De wc's die je bouwt zien er echt nu al goed uit, als een soort goede muur. Ja, toch? Alleen, ik heb alleen wel normale wc's. Ik heb geen dixies. Oh, ja, die zitten volgens mij ook niet echt in Minecraft. Maar wat wel in Minecraft zit, is wol. En wol is een blok wat een redstone signaal, als het goed is, door kan geven. Dus als ik dit bijvoorbeeld dan hier zou zetten, dan gaat die uit en aan! Wow, dit werkt! En dan die daar, en dan gaat die nu uit en die nu aan, denk ik. En ik weet nou niet of dit ook door kan gaan op een ander blok, het signaal, maar... Er zijn nu wel een paar knipperlichten in de grond tenminste, wat er super cool uit gaat zien in de nacht. Oeh, je bent wel echt met heel veel leuke dingetjes bezig hoor, Alex. Ik weet het! Wat betreft de wc's, ja, dit is het beste wat ik kon doen, heel eerlijk gezegd. Wat heb je... Eeuw, godverdomme, nu moet iedereen naar elkaar kijken terwijl je aan het poepen bent. Geen eens daar zitten, Santino. Maar dat gaat dus, kijk, dat bedoel ik dus... Ik kijk je recht in je ogen aan zo! Dat is wel een beetje fout, inderdaad. Maar ik kan niks anders. Nee, oké, dat is waar. Kon je niet een paar hokjes maken in de hoek of zo? Nee, dat werd heel lastig. Nou ja, misschien een paar kraantjes in het midden. Ik heb een idee, Santino, hoe er minder mensen naar binnen gaan kijken. Oh, pakken we er bijvoorbeeld gewoon een grijze muur bij? Een grijze muur bij? Ja, dan kunnen we daar de kranen zetten. En dan zetten we hier gewoon een muurtje er tegenaan, denk ik. Oh, zodat je dat niet is wel echt slimmer. Precies naar binnen kijkt hoe iedereen op de wc zit daar zo. Hallo. En misschien dat we dan nog hier op de muur wat dingetjes kunnen hangen, zoals bijvoorbeeld een spiegel. Als we hier namelijk op deze manier raampjes in hangen, dan heb je een spiegel. Oh, klopt inderdaad. Maar de wc's zien er zo tenminste echt super goed uit. De minibar staat ook helemaal klaar. De lampjes in de grond, die komen er ook steeds beter uitzien. Kan ik hier ook een knipperlicht van maken? Nee, je kan echt maar op een paar plekken die lampen zetten met hoe ik het nu heb gemaakt. Dus laten we de rest gewoon weer een beetje dicht proberen te bouwen hier zo. Ja, maar het ziet er wel leuk uit hoor, Alex. Ja, er zijn tenminste lampjes in de discovloer nu zo meteen die tenminste leuk gaan knipperen. Als de muziek natuurlijk aanstaat. Dit werkt zo goed. Ik vind het er zo cool uitzien. Maar nu moeten we hier nog wat overheen gaan leggen. We moeten hier nu namelijk met, ik denk, allemaal kleurtjes de discovloer overheen leggen. Of nou ja, allemaal kleurtjes. De kleuren van dit festival zijn natuurlijk vooral geel, omdat het er lekker zomers uitziet. Dus laten we anders wat van deze gele vloertjes erop gaan maken op deze manier. Ja. Dan maken we de lampen zo mooi geel. Hoppakee. En dan hebben we de dansvloer al een beetje klaar. Maar wat zouden we er nog meer aan kunnen toevoegen? Ja, ik weet het niet. Er moeten nog meer kleurtjes misschien bij. Misschien dat ik dit ook zo ga laten worden. Want in de avond zie je dat licht er gewoon doorheen knipperen namelijk. En ik denk dat ik hier ook nog wat donkere carpets bij wil zetten zo. Waardoor het lijkt alsof alleen de gele matten licht gaan geven in de nacht. Het lijkt wel net alsof we een soort met een bijfestival maken of zo. Ja, wat nou? Maken we er daadwerkelijk een bijenfestival van? Hou op hoor, Alex. Mensen moeten hier ook gewoon normaal kunnen lopen. En dan nee, dat is zo'n goed idee, Santino. Dat idee is geweldig. We maken hier een bijenfestival van. Of doen we bijvoorbeeld hier nog een bijenhoofd erbij zo. Kijk, dan doen we hier het hoofdje zo van de bij. Dan lijkt het net alsof de bij de dansvloer is. En dan doen we er nog met wit erbij. Dan maken we met wit erbij een mooie tekening van een grote bij hier zo. Daar zo dat. En dan hebben we nog zwart nodig voor de ogen. En dan maken we de ogen mijn god. Groter. Kijk, het lijkt nu net op een schattige bij. Wacht. Dan maak ik ook nog even hier de stinger. Zo, hop. Ja, dat is een goed idee. Dat is verkeerd. Oh, nee, dat is trouwens wel goed. Wacht, zo. Ja, moet ja, zo ja, denk maar... ik, toch? Nee, zijn stinger is toch wit? Of ben ik nou gek? Ik weet het niet. Volgens mij is die meer grijsachtig, toch? Volgens mij zo, toch, of zo? Is die niet een beetje grijzig? Kom even kijken. Carpet. Kijk, ik heb hem ook een neus gegeven. Zo. Het lijkt van boven nu zo erg op een bij. Maar we missen nog wel een dingetje, Santino. Ja, wel het belangrijkste, denk ik. Wat zijn de vleugels? Yep, die missen we inderdaad nog. En daarvoor hebben we, denk ik, een hele lichtgrijze kleur nodig. Light gray. Nee, ik denk dat we meer wit nodig hebben, eerlijk gezegd, om de vleugeltjes te maken van de bij. Maar hoe kunnen we het beste vleugels maken? Ik denk gewoon zo. Wacht even. Ik kom hier zo even kijken om even me helpen. Ja, ik denk dat dat het beste is. Alleen, dan, ja,
maar wel ietsjes groter. Ja, 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 iets dikker. Dit zijn zulke leuke bijenvleugels. Mensen die van bijen houden gaan nu sowieso naar ons festival toe als ze dit zien. 100% Alex. Dit is zo'n leuke bij geworden. Oké, de bij is erbij. Snap je hem? Omdat hij bij het festival is? Ik snap hem, Alex. Ik snap hem. Maar wat hebben we nu nog meer nodig? Ik bedoel, we hebben de bar, we hebben de wc's, we hebben het podium klaar. Eigenlijk moeten we misschien nog wat afzethekken hier zo hebben, zodat mensen niet zomaar het festival op kunnen, maar alleen via de ingang erin kunnen. Klopt, we hebben een entree nodig, hebben we nodig. En we hebben hier natuurlijk nog wat dingetjes nodig bij het zwemgedeelte, dat mensen hier lekker kunnen gaan zwemmen zometeen. Oh, 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 ja, ja, oh, kijk uit voor de bar, Alex. Ja, sorry, ik dacht ik maak het gewoon net een stukje groter, dat mensen lekker kunnen zwemmen. Zo. En dan wat we kunnen doen, is we kunnen dit hier zo opvullen als we willen. Opvullen met wat? Nee, wacht eventjes, wacht. Ik maak de vloer even gelijk zo, hop. Oh, oké, dat is goed. Dan kunnen mensen er inderdaad wat makkelijker zwemmen. En wat we dan ook kunnen doen, is we kunnen met yellow, oftewel geel glas en zwart glas. Daarmee kunnen we in de bijenkleuren van dit bijenfestival van deze kleine loopinkjes maken waar je lekker in kan zwemmen, snap je? Ja, kun je daar lekker in zitten? Wat we dan ook kunnen doen nog, is we kunnen met deze matjes misschien een leuk bijenlichtmatje maken hier. Door dit er zo op te leggen. Snap je? Ja, dat kan inderdaad. Dan kan je daar liggen en dan kan je hier liggen. En dan gaan mensen het echt heel leuk vinden om hier te kunnen zwemmen natuurlijk. Oké, eens even kijken. Wacht, dan ga ik er nog wat aan toevoegen. Dan moet ik dit en dit hebben zo. Wat ga je allemaal maken? Dan ga ik namelijk een randje maken. Wacht zo, hop. Oh ja, maar dan wordt het echt een... Huh, wat ga je nou doen? Maar... Je wilt toch een klein zwembadje ervan maken? Of wil je ook daadwerkelijk... Oh, wacht even. Oh, je wil het afzetten, dat mensen niet te ver zwemmen. Ja, het kan, weet je. Ik bedoel, ik zat aan te denken. Wacht, we kunnen ook gewoon dit doen zo, hop. Ja, dat is wel een idee, inderdaad. Ik vond het eigenlijk ook wel cool dat het gewoon een strand was. Oh, wil je het anders gewoon een strand houden? Nou ja, dit kan ook wel. Want nu kunnen mensen zien dat het een stukje is. Waar je echt daadwerkelijk ja, dat is inderdaad waar. Dat mensen echt ervan duidelijk zijn, bewust zijn... Dat ze hier kunnen zwemmen. Precies. En als ze willen, kunnen ze gewoon hier zo'n beetje chillen op het strand. Zo maar kijk, Santino, ik heb nog een ideetje. Je hebt namelijk van die kleine boeien altijd liggen. Ja. En ik denk dat ik die heel makkelijk kan gaan nabouwen... door deze puntjes hier zo in het water te zetten, zo om en om. Snap je? Ja, dat is inderdaad zo. Oh, dat is heel erg slim. Dan weten mensen precies tot en met waar ze kunnen gaan zwemmen hier zo. Want verder dan de boeien mag je natuurlijk niet zwemmen hier. Kijk, dat ziet er al een stuk beter uit, Alex. Oh, dat is echt een goed idee. Ja, toch? En dan maken we dat zo. Hoppakee. Oh, dit is zo'n leuk strandje geworden. Wacht, ik weet anders nog wel één dingetje wat we erbij kunnen doen. Het is namelijk glowstone. Glowstone? Ja, dan geeft het licht het water. Ja, precies. Hetzelfde met de bij zo meteen in de nacht. Oh, dit is zo cool dat hij gaat knipperen hier door deze matjes heen. Ik ben echt heel erg benieuwd naar die bij namelijk. Maar hebben we niet ook wat leuke zithoekjes nodig hier en daar? Ik zat eraan te denken om misschien een paar strandstoeletjes te maken. We hebben namelijk vandaag ook een speciale mod in de game zitten. Deze mod zorgt er namelijk voor dat je allemaal verschillende stoeltjes en dingetjes kan plaatsen. En ik denk dat deze stoeltjes perfect gaan dienen als leuke zitstoeltjes. Maar wil je die echt per se voor de bar doen, ja? Ja, zodat je bij de bar lekker wat drinken kan halen. Hier lekker kan zitten met je vrienden bij. Misschien een kampvuur, want ja, het is natuurlijk wel een zomerfeestje. Ja, dat is waar, dat is waar. Dus dan denk ik dat dat juist wel een leuk hoekje is om daar zo te zitten. Misschien nog een paar stoeltjes bij het strand hier zo. En degene die hier zit, die zit alleen wel heel dicht bij de wc. Maar ja, dat is dan aan jou. Klopt. Ik bedoel, ik zou er zelf niet zo snel zitten. Waarschijnlijk gaat het heel erg stinken daar zo. Ik doe er ook nog een klein leuk tafeltje bij. Dat tafeltje, dat maak ik door een kampvuur neer te zetten en het met een schep te blussen. Dat is een klein trucje hoe je dat heel makkelijk kan doen. Dat is wel gaaf natuurlijk om te weten. En oh, jij bent hier nu al een hek aan het maken, zie ik. Alleen kan je hier heel makkelijk doorheen, Santino. Nee, wacht. Ja, maar ik moet dan op de weg bouwen. Ik weet niet of we daar een vergunning voor hebben. Nee, dat hebben we inderdaad niet. Maar ik denk ook beter dat we van Iron Bars misschien een hek kunnen bouwen. Zodat mensen er echt niet zomaar omheen gaan. Nee, wel, ik dacht namelijk als we het rood-zwart-rood-zwart doen, dan lijkt het net exclusive. Dat is misschien wel waar, maar er mogen echt niet mensen binnenkomen die geen ticket hebben, hè? Nou, kom wel goed. Ik heb dit, Alex. Ik heb dit. Maakt nee, maar ik goed. Denk dat ik zo de muur wil hebben. Nee, Alex, komt helemaal goed. Maar Santino, we moeten kaartjes verkopen. Komt goed, we moeten komt, een ticketverkoop hebben hier zo. Oké, wacht. Let op. Want dit wordt namelijk de lijn. Dit wordt de rij. Zo, hop. Oh, je gaat zo de rij maken.
Ja, dat is een goed idee. Dan moeten mensen hier zo in de rij staan zometeen om binnen te komen. Precies, en dan hier kunnen ze er ook weer uit. Dus hop en hop. Dat is handig. Dan doe ik wel eventjes inderdaad. In het midden doe ik wel fences inderdaad. Dan doe ik gewoon zo'n iron bar fence. Dat is een goed idee. Willen we dan ook prikkeldraad op het hek hebben, zodat mensen er echt niet zomaar omheen gaan? Of lijkt het dan een beetje op een gevangenis? Ik wou net zeggen, dan lijkt het wel heel erg op een gevangenis, hoor. Ja, maar dit houdt het wel veilig, denk ik. Ja, maar dat weet ik, dat begrijp ik. Maar mensen moeten het gevoel hebben dat ze aan het dansen zijn en niet alsof ze in een gevangenis zitten. Ja, maar Santino, eerst je kaartje betalen, dan kom je binnen. Ik denk dat dit wel gaat werken. Ja. Je vindt het geen goed idee, hè? Ik vind het er niet zo mooi uitzien. Ja, maar het komt helemaal goed. Ik ga het mooi maken, oké? Okay? Kijk, wat nou doen we hier bijvoorbeeld zo'n paal in, in de bijenkleuren? Dan doen we dit hier zo weg en dan maken we hier een mooie boog van. Dat echt de ingang wordt van het festivalterrein. Ah, oké. Ja, ik vertrouw je. Ik vertrouw je. Dus, en dan ga ik die ingang nog een paar mooie vormpjes geven, zodat het er een beetje bij gaat passen natuurlijk. En zodat als je het festivalterrein binnenloopt, dat je echt denkt van, wow, waar ben ik nou weer beland? Dit wordt zo cool hier. Daar dat ik ook wat van deze kleine lanterns hier wil gaan ophangen. Ik denk dat dat er wel echt super leuk uit gaat zien hier zo. En sterker nog, ik heb een beter idee. Al pak ik namelijk deze ketting erbij, dan kunnen we ze echt gaan ophangen hier zo. Ploep en ploep. Dit is niet mooi. Ik denk dat ik ze erboven laat. Op deze manier. Hoppakee, dit ziet er leuk uit. En wow, we hebben een beveiliger. Ja, natuurlijk. Dit is zo handig. Ik ben even alleen een beetje aan het kijken hoe ik hem dan zo hop. Oké, dat is... Ja, dat is helemaal goed. Dan gaat hij je kaartje checken. Dat is denk ik wel heel erg mooi. Ja, dat is super handig dat hij je zo aankijkt van... Hallo meneer, wat is uw ticketbewijs? En dan mag je pas precies naar binnen. Maar Santino, er zijn ook mensen die extra betalen om hier binnen te komen, hè? Ja, maar wat we daarmee doen dan? Ja, nou ja, normaal geef je die een soort speciaal hoekje. Een soort VIP-hoekje. Oftewel een superbelangrijk personenhoekje. Alleen weet ik niet echt waar we dat nog kwijt kunnen. Aangezien we al best wel alles volgebouwd hebben hier. Ja, dat dus. Ik denk niet dat we het heel erg veel verder kunnen bouwen, hoor, Alex. We zitten wel echt alles propvol te maken nu namelijk. Ik het eigenlijk ook niet, maar... wacht. Wat nou, hè, Santino? Al maken we de VIP-hoek hier zo in de hoek naast het podium. Oeh, maar dat zou in principe best kunnen. Stel, we bouwen hem gewoon op allemaal palen. Ik bedoel, we kunnen met Oakwood kunnen we deze leuke paaltjes maken. En dan maken we die helemaal vanaf de bodem van de zee naar boven, zodat het goed en stevig staat hier zo. Het mag natuurlijk niet zomaar instorten. En dan kunnen we mensen die VIP-tickets hebben, oftewel extra veel betaald hebben voor hun tickets, een supercoole ervaring geven door het hun vanaf boven mee te laten maken het hele festival. Oeh, dat is een hele goeie. Maar hoeveel moeten ze voor zo'n ticket betalen dan, Alex? Weet je hoe duur dat is? Een stek diamanten. Een stek diamanten? 64 diamanten. En die moet jij aan de deur verkopen aan mensen. Jeetje. Ja, Santino, we moeten het geld er toch uithalen. Duh. Ja, begrijp ik, maar 64 diamanten, oh mijn god. Ja, we hebben het nodig, oké? Ja, oké. Ik ga er dan ook voor een klein platformpje bouwen hier zo. Dit wordt zo leuk zo. Hoppakee, op z'n plek. Dan hebben we er natuurlijk wat hekjes omheen nodig, zodat de mensen die hier staan niet zomaar naar beneden gaan vallen. En ik denk ook eigenlijk wel dat de mensen hier zo een eigen bar nodig hebben waar ze hun drinken willen halen. Hier worden dan ook echt de dure colaatjes verkocht. Deze worden 12 diamanten, denk ik. 12 diamanten? Wat zit er allemaal in? Cola. Jeetje. Ja, maar het is dure cola, oké? Ja, ik weet het, Alex. Ik weet het. Zullen we de limonade die we hier dan verkopen ook duurder maken? Ja, ik zou het dan wel doen, inderdaad, ja. Oké, hoe duur wordt de limonade dan? Hoeveel diamanten? 3? Doe ze 5. 5? Oké, is goed. Natuurlijk. VIP-mensen, oftewel belangrijke mensen, moeten extra veel betalen. Hoppakee. Het bordje hangt op zijn plek, Santino. We kunnen hier nu ook gaan verkopen. Ja, helemaal top. Ook heb ik er een ladder bij gebouwd. Op deze manier kunnen de VIP-mensen zo naar boven klimmen. Dan kunnen ze hier lekker gaan zitten. Nou ja, zitten. Oké, misschien dat er dan nog een stoeltje nodig is. Hoppakee, in de hoek. Mooi stoeltje. En er moet natuurlijk ook nog een bordje komen waarop staat VIP Lounge. Een hele belangrijke lounge. Voor mensen met heel veel geld. Voor alleen maar belangrijke mensen hier zo. Wow, al deze mensen zijn al heel maf aan het dansen ook. Ja, dat is belangrijk, Alex. Je hebt mensen nodig die al een beetje dansen. Oh nee, het is zover. De zon gaat onder. Santino, waar ben je? Santino! Wow, wat is er aan de hand? Ben je aan het zwemmen? Ik heb me al helemaal omgekleed voor vanavond. We gaan vanavond open. Ja, maar ik ben gewoon even aan het relaxen. Ik heb de hele dag gebouwd, Alex. Laat me even. Ja, en Santino, nu is het moment dat de mensen...
mensen allemaal in de rij. Hebben jullie rij niet gezien voor de deur? Rij? Is er... Oh mijn god, er is een rij! Oh god, yep. Oh nee. Santino, we moeten aan het werk. Het festival gaat beginnen. En oh, er zijn al mensen aan het dansen. Ik heb er zoveel zin in. En Santino, de main act voor vanavond. Dat ben jij. Wacht, wow, wat? Ja, we zijn zo lang aan het bouwen geweest dat we helemaal geen main act meer hadden verder. Dus, ga het podium maar op. Nee. Santino, je moet, oké? Kom eens hier. Jeetje. We hebben anders helemaal niemand die kan zingen of die kan DJ'en of wat dan ook. Ja, maar Alex, ik kan dat ook niet. Je kan het wel. Improviseer een beetje. Kom op. Oké, ik verzin wel wat. Succes, Santino! Yo! Dames en heren, jongens en meisjes, zijn jullie klaar voor Santino? Yes! Ja, ja! Jij kijkt mij diep in mijn ogen. Jouw ogen zijn zo groen als gras. Ik zie drie mensen dansen, Deb, en dat komt allemaal goed van pas. Hé, hey, Karel, jij komt naar me toe en jij drinkt een limonade. En wij zitten samen in het zwembad, samen te kijken naar de zon. La, 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 en polonaise. De polonaise.